kruidenplantjes. Hap, slik. Weg. Dat is lekker. Dat was lekker, hè? Hey. Nou, hier een hapje gras. Zo, buurman. Wat ben jij aan het eten? We hebben alle struiken weggehaald. Achter bij de vijver, dus aan deze kant. Dan kunnen we helemaal doorkijken nu naar de konijnen. Het pad hebben we breder gemaakt. Voor de schildpad. Die ligt nu te slapen. En dan moeten we daar nog wat bij zaaien. En dan heeft hij ook zijn eigen tuintje. Hallo. Daar hebben we heide. We dachten dat vinden ze ook lekker. En ja hoor. Jam jam. Oh, dat is alleen leuk om kapot te maken. Wat een verwend tuin, hè? Hé. Hey. Ja. Maar ik denk dat we hier toch een groene gaasrand langs moeten maken. Want eerdaags dan zitten ze vast met hun kop. Moet er niet aan denken. Nou kan het nog, hè, maar dan rek met je kop nog dikker.
Maar het kan nog heel even, want Jan komt er wel aan met gaas. En dan bepalen wij wel waar hoeveel ze krijgen van de kruiden. En van de hei. Donders. De hond is ineens heel erg ziek. Met heel erge buikpijn. Ik ben bang dat hij een kikker heeft opgegeten. Dus moet ik even in de gaten houden. Anders wordt het nog weer dierenarts. Ja hoor. Daar is het gaas. Dus het was de laatste keer dat de konijnen lol hadden. Kloters. Dure beesten. Nou, we hebben net het gaas ervoor gezet. En nou stoppen we ermee. Oei. Hoor, kleine donders daar. Krijgen ze van ons wel de kruiden. Want wij vinden dat ze op een dag moeten eten. Want ze vereten het anders in een mum van tijd helemaal kaal.